Yo, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van Beeldbrengers On Air. Mijn naam is Rob met een P en van harte gefeliciteerd met onze lieve koning. Vandaag in de aflevering hebben we muziek, street art, de quarantaine cookings en exclusieve interviews. Stanley, mijn sidekick voor vandaag. Stanley, hebben we er zin in vandaag? Ik heb er vandaag kapot veel zin in, man. Hartstikke mooi. Nou ja, dan gaan we gewoon lekker van start. En we beginnen met hip-hop collectief Axu. Ze komen uit Nijmegen. Misschien heb je ze ooit gehoord. Maar we gaan nu even een kijkje nemen. Girl, stop! I run that shit, run that shit, run that shit, run that shit. Yo, do it, man! Hey, yo, we gaan nu doen van staan. Hoe dan van geen naam, echt doen. So, hoe kan je dat be hyper now, you know what I'm saying? Yo. De ene wij zeggen, yeah, yeah, yeah. Y'all come up front. Y'all way too back. Everybody to the front. Alright, let's go. We finna kill this shit, and they gon' remember us. I'm gonna tell you right now, they gon' remember us. I got flows to the tip, keep it tight, never slip. I told and I dip with the bag. All these niggas, they be capping, singing on the beat, like all the rapping. Let's go. Dat zag er vet uit, man. Holy shit. Heb ik jou ook niet nog het eerste filmpje daarvoor zien staan, Stan? Je hebt me goed gespot daar zo, man. Ben jij fanboy? Ik ben zeker grote fanboy van hem, man. En doen heel veel goeds voor mij. En, hoezo? Zeg maar, waarom ben je fanboy? Waarom? Omdat, laat me zeggen, hier in de Nederlandse hip-hop hebben best wel wat goede rappers, veel Nederlandstalige rappers. Maar wat Axu vooral doet, is de jaren 90, begin 2000s, New York rap echt naar voren te brengen. De Golden Era. De Golden Era, snap je? Weet je dat, de Wu-Tang en zo? Ja, ik vond het in ieder geval erg vet om te checken, sowieso. En die dance moves, die waren ook echt lijp, man. Ja, ik weet van jou dat jij ook wel een beetje een danser bent. Oeh, doen we next time ook. Kan jij dat beter dan hij? Anders, man. Ik ben breaker, hij is hip-hopper, hè? Oh ja, ja, tuurlijk. Dat is het verschil. Maar we gaan even over, want ja, juist. Somu is er al, dus ik doe even mijn oortjes in. En we gaan even met hem babbelen over Axu. Yo, man. Welkom aan, bro. Yo, ja, lekker, man. Met jou? Ja, goed. Ja, hoor je mij goed ook? Ja, ik hoor je best goed. Alright, nice. Hey, Somu, kan jij mij misschien even wat meer vertellen over, over Axu? Ja, Axu is een hip-hop collectief in Nijmegen. We hebben verschillende soorten disciplines, zeg maar, binnen die hip-hop groep. Yeah? Dus we hebben dans, rap, film, street art, media en design. Nice, klinkt goed. Ben ik allemaal erg in geïnteresseerd. Ja, oh shit, man. Ja, dat is vet. Maar hoe zijn jullie begonnen, zeg maar? Hoe is het ontstaan, Axu? Ik
wilde in 2018 volgens mij rond mei een album maken. En het zou een hardcore hip-hop album zijn. En ik kende Marijn toen al een tijdje lang, zeg maar, volgens mij een paar maanden. En hij wilde een cover van me maken. Dus we hadden samen een idee bedacht van de naam van de album zou Aksu heten, zeg maar. Ja. En we hebben er verder aan gewerkt. En hij kwam echt met zo'n gekke design van een soort van kraai of zo. En we dachten ook dat het misschien ook vet zou zijn als het op een t-shirt zat. Ja. Shinshan en Amiro waren toen volgens mij ook bezig met iets fashion-achtigs. Dus ja. Wij hadden hun geconnect. En los daarvan hadden we ook een keertje, dat was iets later, dat was volgens mij in oktober, een documentaire met Victor gemaakt. Ja. Over hip-hop. En die documentaire heette ook Aksu. En vanaf die moment, zeg maar, hebben we fashion en ook dans met elkaar samengebracht. Ik was al bezig met muziek een tijdje lang met andere artiesten. Ja. En toen was het een beetje samengekomen. Alright, yo, vet man. Yeah. Ja, dat is, ja, jullie hebben alles, alles in huis een beetje, man. Ja, eigenlijk wel, hè. Ja, en met hoeveel man zijn jullie sterk? We zitten hier volgens mij met ongeveer 24 man. En als jullie een optreden hebben, staan jullie dan ook met 24 man op het podium? Of dat niet? Ho. Volgens mij hebben we even een beetje technische problemen. Ah, hier. Ja, daar ben je weer. We staan wel best met best veel mensen op het podium, maar niet met iedereen. Ja, alright. Ja, dat lijkt me ook een beetje hectisch met zoveel man als je gewoon je ding komt doen. Maar ja, holy shit. En ja, zeg maar, ja, nu zitten we in de coronatijd. Hoe blijven jullie een beetje productief met z'n allen? Dansers maken filmpjes, zeg maar. We zijn eigenlijk nu een beetje aan het voorbereiden op wanneer dit klaar is. Dus de muziek, we hebben nu best veel demo's liggen, zeg maar, die nog professioneel opgenomen moeten worden. Ja, dus nog gemasterd. Dus eigenlijk is iedereen gewoon bezig met alles. Designers zijn nu bezig met de merchandise, maar ook met covers voor de aankomende singles. En Alright, dus er is nog genoeg wat we van jullie kunnen verwachten als de quarantaine tijd voorbij is. Ja. Oh ja, nice man. Ik kijk ernaar uit. Sowieso, ik zit met Stanley hier achter, hè. Jullie nummer 1 fanboy. Yes sir, what's up, bro? Oh joh. Maar ik wil je in ieder geval even bedanken, man. En, is goed. Ik kijk er naar uit gewoon om dingen te zien van jullie. Sowieso. En ook trouwens, shout-out naar Beat Heaven, want wij nemen bij hun op. Ja, nice. Nice heeft ervoor gezorgd dat wij zover konden komen. Dus, nice, man. Ja, tof shit, man. Hey, thanks. En fijne Koningsdag nog. Ja, ciao. Yo. Oh, man. Ja. Vet man, ik word hier gewoon blij van, Stan. Ik word hier echt blij van. We worden hier al bij zo hype door, hè, jongen. Ja, jongen, ik heb echt zin in festivals en muziek van hun. En ik vind het heel vet van wat ze allemaal doen, man. Dat is echt dope shit. Ja, maar waarom ben jij zo'n fanboy van hun? Ik ben gewoon fan van hun, omdat ze zijn nog jong. Ze zijn voor mij nog tussen de 18 en 22 jaar oud. En wat ze gewoon doen is gewoon next level shit. Ik bedoel, ze praten over als je naar hun tekst luistert, hebben ze best wel over diepgaande problematiek wat in Amerika afspeelt, snap je? Ja. En dat hoor je in geen één Nederlands rapper, snap je? Het is een hele andere vorm van, het is echt Amerikaanse rap dit, man. Amerikaanse, Nederlandse, underground rap. Ja, sowieso. Ja, daar zitten de pareltjes, hè. Daar zitten de pareltjes. Daarom gaan hun het ook wel heel goed doen op internationaal gebied. Ja, dat denk ik ook zeker. Engeland, Amerika, shit's gonna be fire. Gewoon, ja, inderdaad. Maar dat is allemaal na de coronatijd. Maar daar kijken we in ieder geval allemaal naar uit. Nu even iets anders. Udo de beatboxer. Ook in de hiphophoek. Ook Nijmegen. Represent. Maar we gaan even kijken naar wat
Udo de beatboxer eigenlijk allemaal aan het doen is in zijn quarantainetijd. Ja, jij met je vuile vieze vingers staan. Blijf bij mijn buurt. Iedereen kuskus. Handschoenen, handschoenen. Maar Richard, maar verder alles goed met jou? Heb je geen klachten? Oh, mooi. Kom hier nou maar aan, bitch! 1,5 meter. Zou je moeten weten. Klappen ga je eten. Als je voorbij komt met je mond, kan je stappen bij je been. Niet in je elleboog, stop je dep. Beweeg met die arm, mobiele. Handschoenen, angst in de hier heb je wel de biebassen. Hey, want dan ben ik allemaal op energie waar je neemt even. Afstaan, afstaan, blijf op afstaan, afstaan. 1,5 meter. Film niet zo mijn oor. Kom niet in mijn aura, bitch. Ja. Had je nou tegen mij? Nee. Ik heb tegen jou, ja. Nee, ik had je heel graag weer een knuffel willen geven, Stan, maar dat gaat helaas niet worden, weet je. Maar ja, Udo. Ja, alleen maar love voor Udo, man. Hij is altijd zo'n vrolijke gast. Ik vind hem wel echt een held, eigenlijk. Maakt niks uit waar je hem tegenkomt. Als je hem hier in de stad tegenkomt, zeg je, yo, Udo, gaat hij zo zwaaien gewoon? En ja. Hij gaat gewoon zwaaiend vol met liefde, man. Ja, ja, zo hoort het, weet je. Zo moet je ook zijn. Gewoon lekker vriendelijk, lekker open. Grote teddybeers, hij. Ja, dat denk ik volgens mij ook. Maar ja, ik ken Udo niet zo goed, eigenlijk. En ik denk, best veel mensen niet. Maar wij hebben een exclusief interview met hem afgenomen. Dus daar gaan we nu even naar kijken. Yo! Hallo, hey! Hoe is fijne het? Koningsdag! Fijne Koningsdag! Hetzelfde. Ja, dankjewel, dankjewel. Mee? Ja, goed, goed. Ja, mooi zo, mooi zo. Lekker ja. Dat er ook ja, ik denk keertje iets anders als een petje, hè? Ja, precies. Ik doe ook mee met de hype vandaag. Wanneer ben je eigenlijk bekend geworden als Udo de Beatboxer in Nijmegen en daaromheen? Wanneer is dat gestart? Ja, eigenlijk al vanaf Dump It, hè? In 2006. Ja, nou, in 2005 met Idols. Idols dat was al? Ja, want met Idols in 2005, de Lion Sleeps the Night heb ik gezongen en gebeatboxed. Oh, ja. En toen in 2016 bij Dump It, het fietspompje. Het fietspompje? Was ik, ja, ja fietspompje. Die ken ik nog wel. Ja. Die ken ik nog wel. Zou je misschien een stukje van kunnen doen? Voor de mensen ja, die zal ik doen. Zijn. Ja, kijk, top dat, heerlijk. Ja, super. Ja, ik kon vroeger kon ik niet goed uit mijn woorden komen. Ja. En toen dacht ik, nou, dan ga ik de beatboxen leren en zo. Dan was eentje op school die deed echt perfect beatboxen. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook wel heel graag leren. Was het vroeger, toen je jonger was, ook al een droom om entertainer te worden? Of was het heel duidelijk beatboxen? Of was het gewoon... Nou, ik was eigenlijk vroeger al een beetje als een clown, hè? Oké. Ik hou ervan om mensen op te vrolijken. Ja. Ja, en zodoende is het nu eigenlijk nog meer geworden, hè? Ja, nou, in ieder geval, ik zou zeggen, het lukt heel goed dat opvrolijken. Oh, dankjewel. Gaat hartstikke lekker. Ja, zeker. Dankjewel. Kijk hoor. Ik had in een interview met Gelderland had ik gelezen dat vroeger een hersenschade was opgelopen. Klopt. Achterliep met de rest en dan ook met de spraak inderdaad. Ja. Beatbox heeft jou in zekere zin dan toch vertrouwen gegeven als ik dat goed had gelezen. Ja, klopt ook. Heeft dat ook nu dan geholpen dat het makkelijk is om contact te maken met iemand die zelfvertrouwen heeft door beatboxen? Of heeft dat daar helemaal niks mee te maken? Ja, je moet ook durven. Ja. Het is ook wel durven. Als je alleen maar gaat beatboxen en je durft niet om naar de mensen toe te lopen, ja, dan blijf je eigenlijk een beetje achter, hè? Nee, ja. Ik denk dat er meerdere factoren zijn. Oké. Maar in ieder geval, het heeft dus nu iets meer vertrouwen en dat gaat gewoon beter. Het makkelijker met contact met mensen en met... En mensen vinden het leuk, hè? Mensen vinden jongeren... het zeker leuk. We zijn aan het interview omdat je goed bent in beatboxen en dat slaat aan bij de jeugd. Dat is natuurlijk de vraag. Zou je misschien nog een stukje voor ons kunnen doen?
stukje beatbox of een stukje huts of zo? Whatever you want, wat je leuk vindt. Of jodelen ik zal het... ook nog. Jodelen ook nog. Oké, okay, ja, ik ga gewoon huts en nevo doen, een stukje. Dat is helemaal goed. Huts, 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 huts en nevo de normale nevo krullen op mijn hoofd en ik spijs aan nevo. Huts en nevo de normale nevo krullen op mijn hoofd en ik spijs aan nevo. Huts, 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 doe normale nevo. Huts, 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 huts. Locomotief, loco. ik sta hier eigenlijk helemaal verschut, man. Zijn nee, natuurlijk niet. Er zijn bepaalde mensen in de afstand. Ik zal ze even laten zien. Even kijken hoor. Er zijn bepaalde mensen die denken van misschien die is gek, hè? Maar ja, dat ben ik toch al, hè? Ze zijn we allemaal, dat is helemaal niet eigenlijk. Oh ja, en jodelen, hè? Jodelen. Oh la la, hodi, la la, hodi, la la, hodi, la la, hodi. Ik ga niet meer verder met doen hier. Stop, ja. Nou, geweldig man, Udo. Vrolijke guy, man. Altijd vrolijk, die gast. Hij zag er ook lekker oranje uit. Hij had zich goed voorbereid op het interview natuurlijk, hè? En voor onze koning. Ja, jij ook trouwens, valt me op, man. Ja, sowieso. Ik denk zo van, ik wil gewoon extra gewoon goed voor de uitzendingen. Bij... Oh ja, ik had het eigenlijk over de bandana, man. Ja, dus een beetje we hebben het toch over hiphop. Ik denk zo koning. We hebben hiphop voor vandaag en dan ook nog Koningsdag. Dus jij bent de hiphop koning vandaag. Dat zijn jouw woorden. Point taken. Maar zou jij eigenlijk nog Koningsdag gaan vieren vandaag? Ja, ik zou wel Koningsdag willen vieren als bijvoorbeeld een gratis feest was en zo, dan zou ik daar naartoe gaan. En als er geen gratis feest was, dan zou ik over het hek heen klimmen. Lekker illegaal. Ja, tuurlijk hè. Ja. Je kent me. Jongen, Stan man. Dat kan toch niet man? Kan wel. Nee joh. Gun evenementorganisatoren ook in deze moeilijke tijd. Ja kijk, als 30 euro kost, dan betaal ik wel 30 euro. Maar als datzelfde feestje 5 euro kost, dan ga ik niks meer betalen. Dan klim ik gewoon overheen. Klim liever over het hek. Daarom. Ja, jongen man, Stanley, gekke gozer. Maar ja, los van alles, we hebben zometeen een interview met Peter Onstenk. De organisator van... Onstein van Oranje Pop. Dus ja, momentje. Ik ga weer even goed zitten en mijn oortjes in doen. Zo. Hallo Peter. Hoi. Kan jij mij een beetje horen? Ik kan jou een beetje horen, ja. Hartstikke mooi. Ja. Dat is erg fijn. Hey, zou je mij misschien even wat kunnen vertellen over Oranje Pop? Oranje Pop. Ja, dat is dit jaar niet, hè? Ja, nee, weet ik. Anders had ik nu niet hier gezeten. Nee, dat, klopt. Ja, Oranje Pop, ik denk voor de meeste mensen uit Nijmegen wel een bekend festival. Elk jaar op Koningsdag. Eigenlijk al sinds 1999. En dit jaar voor de allereerste keer dus niet. Heel raar. Ik zit al de hele dag thuis. Ja, dus je hebt ook geen andere plannen gemaakt. Nee, ik heb zelf geen andere plannen gemaakt. Het is nog steeds allemaal een beetje onwezenlijk. We hebben met Oranje Pop, dat is nu nog bezig, nog een uitzending gedaan op Radio Macaroni met twee livebands en wat DJ's. Om toch nog iets van aandacht eraan te besteden. Maar voor de rest hebben we eigenlijk, is het gewoon niet. En zoals zoveel evenementen gebeurt er dus dit seizoen helemaal niks. Ja, dat is natuurlijk heel, heel vervelend, financieel gezien. Maar ook... Voor de bezoeker natuurlijk, voor het verzetje op Koningsdag. Dat vooral, ja. Ja, het is wel goed om te horen in ieder geval dat jullie toch een soort van hybride evenement hebben georganiseerd eigenlijk. Nou ja, het is de hybride evenement. Ja, het is gewoon toch eventjes van, er kwam een idee van, moeten we dit toch niet op een of andere manier wat aandacht aan besteden? Kunnen we toch wat muziek uit Nijmegen laten horen? Ja, goed, dat is dus wel gelukt. Maar ja, goed, weet je, het haalt het natuurlijk bij lange na niet. Ondanks de inzet, de fantastische inzet, zelfs van veel mensen die hierbij betrokken zijn. Maar het is natuurlijk toch, weet je, ik had liever met mijn voet in het gras gestaan. Ik denk vele duizenden bezoekers met mij. Het mag niet zo zijn. En het cynische is ook een beetje van, we hebben 6 jaar slecht weer gehad. En nou
dit jaar is het mooi weer, en, maar zijn we er niet. Ja, ja, precies. Ja, dat is een beetje genaaid natuurlijk wel eigenlijk. Ja, niks aan te doen, weet je. Het is wat het is. En ik denk dat het, iedereen weet ook waarom we dit met z'n allen niet kunnen doen. Nou. En ik denk dat het, ja, het, ja, nogmaals, het is wat het is. En ik denk dat het het beste is. Maar ja, leuk is anders. Ja, nee, precies. Maar ja, wanneer zijn jullie dan precies begonnen met de voorbereidingen voor Oranje Pop? Nou ja, dat begint eigenlijk al direct na de zomer. We hebben dan in september doen we meestal nog wat afrondende zaken en wat evaluaties voor het, van de laatste editie. En dan beginnen we alweer, ja, toch wel oktober alweer met de ideevorming en begroting en dat soort zaken. Dus ja, eigenlijk stond die productie al voor 80% eigenlijk toen de maatregelen bekendgemaakt werden. Ja, dus dat is een dikke streep door het festival. Alle bands waren geboekt, programma's aan de buiten komen, alle leveranciers moeten afgebeld worden. Ja. Nou ja, gewoon een hoop gedoe. Met natuurlijk de financiële, nodige financiële consequenties. Maar dat valt zelfs nog wel mee, want iedereen heeft een redelijk begrip voor de zaak. Ja. Het is vooral, weet je wel, de effort en de energie die erin zit. En gewoon het feit dat we gewoon het publiek nu niks te bieden hebben. En mensen allemaal maar thuis zitten. Ja, ja, iedereen vindt het ja, gewoon zeer onprettig. Ja. Dus ja, ja, we moeten een beetje groeien met de riemen die we hebben. En helaas is dat geen feestjes momenteel. Nee, klopt. Maar ja, toch wel zuur dat je voor, nou ja, eigenlijk voor 80% bloed, zweet en tranen er al in hebt gestopt. En dat, ja. Dan, ja, dat je dan te horen krijgt van nee, het gaat hem niet worden, jongens. Nee, precies. En dit is dan nog maar één festival. We zitten hier in Nijmegen, hebben we een organisatie waarmee we meerdere festivals eigenlijk organiseren. Ja, weet je, dit was dan de eerste, maar ja, ook Bevrijdingsfestival, ons zusterfestival, ja. op 5 mei plaatsvindt, hetzelfde verhaal. We doen ook Valkenfestival, gaat ook niet door, weet je wel. En er zijn natuurlijk meer Nijmeegse evenementen, of heel veel Nijmeegse evenementen, ja. Die eigenlijk tot aan september gewoon niet doorgaan. En dan is het maar hopen dat we in september weer wat kunnen gaan doen. Ja, tijd zal het leren. Ik durf er nog niet mijn geld op in te zetten, maar we hopen het wel heel erg hard met z'n allen, ja. Ja, ja, zeker. Ik deel die hoop. Sowieso. Ja, nou, gelukkig maar. Ja. Maar ja, hoe gaat dat dan met volgend jaar, met de volgende editie? Zijn jullie daar al over na aan denken? Of ja, wordt het dan een editie in oktober? Of ja, hoe gaat dat eruit zien? Nee. Oranje Pop is Koningsdag, dus dat zal niet op een ander moment plaatsvinden. Niemand weet het. We hebben allemaal de hoop dat we straks in het najaar weer al wat evenementen kunnen gaan doen. En in ieder geval weer kunnen voorbereidingen in goed vertrouwen met de voorbereidingen voor 2021. Maar niemand weet het ook. Weet je, je leest zoveel en je hoort zoveel rare verhalen. En er zijn allerlei deskundigen die denken iets over te kunnen zeggen. Volgens mij weet niemand waar we aan toe zijn. En is het gewoon afwachten. Het lijkt mij sterk dat dit echt een jaar gaat duren. Maar ja, goed. Het zou ook zomaar kunnen. Dus we wachten het gewoon af. Maar wij gaan zeker met de voorbereidingen wel weer beginnen. Ja. Ik bedoel, zolang de kans bestaat dat het door kan gaan, dan de show moet toch go on, zullen we zeggen. Ja, ja, nee, ja, precies. Ja, nou ja, dan wens ik je in ieder geval heel veel succes voor de aankomende eventuele editie. Dankjewel. En ja, ik dank je hartelijk voor het interview. En ja, maak er toch nog een beetje een semi-feestelijke Koningsdag van. Ja, nou ja, goed. Heel feestelijk zal die niet meer worden, denk ik, voor mij. Maar we maken er het beste van. Dankjewel. Yes. Ja? Oké. Okay. Yes. Doei, doei. Doei, doei, Peter. Hoi. Nou. Ja. Ja. Kut, hè, Stan? Ja, is wel, zoals we netjes in Nederland zeggen, wel wat minder natuurlijk. Heel vervelend. Ja. Natuurlijk, mag niet vloeken op tv. Excuus. Ja, is Nederland, dat mag. Amerika. Maar ja, ik bedoel, ik heb al heel erg lang heel veel zin in een feestje. Nou, wat... Ik denk jij ook, want jij moves, daar zeg ik u tegen. Ja, daarom. En gratis festivals, hè, zoals Vierdaagse Feesten. Ja. Zou je ook naar had je ook een festival ingepland om dit jaar nog ergens toe te gaan? Naar een festival? Ik zou eigenlijk naar Down the Rabbit Hole willen gaan, man. Daar had ik wel mijn geld op ingezet. Ja. Maar ik had nog net geen kaartje gekocht. En achteraf ben ik daar stiekem toch wel een beetje blij mee, financieel gezien. Ja? Ja, ik bedoel, ik heb nu niet echt werk, weet je. Ah, tuurlijk.
Dus ja, het is zuur allemaal. Maar wat gebeurt er eigenlijk met de mensen die bij Down the Rabbit Hole zijn? Die zouden daar naartoe gaan en je hebt ticket gekocht. Wat heeft de organisatie nu gezegd over de tickets? Weet ik niet, man. Ik denk in ieder geval dat het dan sowieso door wordt geschoven naar volgend jaar. Dat de tickets van dit jaar dan nog geldig zijn voor volgend jaar. Oh, weet je, net zoals met Zwarte Cross. Met Zwarte Cross, Oh, ja. Die doen dat ook in ieder geval. Dus ja, okay, dat check. Denk ik. Maar ja, had jij nog feestjes op de planning eigenlijk, Stan? Voor deze tijd niet, wel voor zomerfeesten. Tuurlijk, hè, beste feest van heel Nederland. 1 week lang gratis. Van heel de wereld, hè. Van heel de wereld. Allemaal hier in onze geweldige, prachtige stad. Ja, toch? Nimma, 024. Precies. Let's go. Ja, man. Maar het is natuurlijk Koningsdag, hè. Zeker. En ja, ik hou van eten en koken. Oef. Jij ook, toevallig. Ja. Maar wat vind jij nou, zeg maar, het typische voedsel voor, nou ja, Koningsdag? Tompoesen sowieso. De oranje tompoes? De oranje tompoes. Ze vroegen mij of ik een tompoes kon maken, maar heb ik niet gedaan. Ik wil gewoon even lekker iets anders maken. Dus we gaan zo meteen even zien wat ik heb gemaakt. Ja, ik ben benieuwd, man, Stan. Ik ben benieuwd. All right. Nou, dames en heren, de Quarantaine Cooking Show. Met de gastster, of de ster, mijn co-host, Stanley. Dus laten we even een kijkje nemen. What's up, ladies and gents? Stanley weer hier op je beeldscherm. Het is vandaag 27 april, Koningsdag eigenlijk, Woningsdag. En vandaag ga ik weer een leuke, lekker gerecht voor jullie maken. Maar voordat het zover is, moet ik me eerst gaan omkleden, want dit is geen oranje kleur. Yes, let's go! En daar ben ik weer, vol in het Nederlands. Voor vandaag ga ik het volgende met jullie maken. Ik ga bladerdeeg met peren, beetje amandelspijs erop en dan ook nog abrikozenjam. Belangrijk om deze bladerdeeg 5 tot 10 minuten buiten de vriezer te laten staan. Nu is het voor ons dan belangrijk om de oven van tevoren warm te laten worden. Ik moet wel even op mijn hoofd doen, want ik zie echt helemaal geen scheizes. Dus ik durf mijn normale bril even op. Daar ben ik weer. Hi. Oké, wat we als eerste gaan doen, we gaan als eerste peren schillen. De midden choppen, flats. Dit pakken. Kijk, zo gaat het eruit zien. Wangetjes om hier even lekker treep te maken. Want hier komt meteen de appelspijs erin. Nou, daar zijn we mee klaar. We gaan nu de amandelspijs gaan we in de peer doen. Snijden gewoon een stukje eraf. Dan in kleinere stukjes snijden. Ik zet nu op het pakketje dat ik dus nu opnieuw moet kneden als het ware. En nu tijd om alles hierin te doen. Ik heb nog zoveel amandelspijs over dat ik deze mag gebruiken om de binnenkant te gaan vullen. En zo zit het dan eruit. Oké, ze zijn alle vier gevuld. Nu is het belangrijk. Dit gaan omtrekken hier omheen. En moet ongeveer nog 2 centimeter groter worden dan normaal. De overgebleven deeg. Ik sta nu in de squat. En de overgebleven deeg kan ik ook nog wat mee doen. Ga ik zo van blaadjes maken. Nou, zo zien de 4 blaadjes eruit. En zometeen worden ze nog mooier en nog lekkerder. Want dan ga ze zo lekker in de oven doen. Leg ik deze 4 rakkers even erop. Ze zitten erin. Even 20 tot 25 minuten wachten. Dames en heren, laatste gedeelte. Gaan we pakken. Hoe mag deze mooie dingetjes heen? Ik kan het ook nog altijd in zo'n klein bakje doen. Kun je nog altijd nog stukjes erin dippen. Eindresultaat. Kijk hoe mooi. Kijk hoe clean. Ladies and gents, ik ga hier even lekker van genieten. Even kijken van wat ik ervan vind. Lekker warm van binnen. Lekker zacht van buiten. Heerlijk. Ik geef het een 6,5 voor de eerste keer. Ik ben best wel kritisch. Laat even weten wat je van dit vindt in de comments. Rustig aan. Oké. Nou. Zag er wel goed uit, maar wat heb je nou precies gemaakt? Dit was uit zo'n kookboek die ik van Postcode Loterij had gekregen 1/2 jaar geleden. En ik was daar gewoon door aan bladeren. En dat was dan peer met amandelspijs erin, zeg maar in het klokhuisgedeelte. Ja. Boven heb ik dan 3 streepjes gemaakt of gesneden. Ja. En dan zat ook amandelspijs. Amandelspijs. Ja. Dan dat op een bladerdeeg gedaan. Iets grotere, even
een omtrek omheen gedaan, zo snijden. En dan een overgedaan, 20 minuten. En dan later abrikozenjam overheen gedaan. Ik was niet heel blij, ik was wel een beetje blij mee. Het was de eerste keer dat ik maakte. Maar mijn moeder zei tegen mij, Stanley, je bent vergeten om de ei eroverheen te doen. En toen dacht ik bij mezelf, ik was wat vergeten. Oh ja, juist man. Ja, ik weet ook niet precies waar je dat ook alweer voor moet doen. Dat het dan beter blijft plakken? Blijft beter plakken en dan krijg je mooie glans, zo, snap je? Voor de statics is het heel mooi. Ja, juist, voor de presentatie. Belangrijk, hè? Alright. Ja, oké, shit. Maar oké, van een schaal van 1 tot 10, hoe lekker was hij? De presentatie vond ik 6,5. Het smaak vond ik 4,5. Ik ben kritisch op mezelf. Wat, 3,5 of 4,5? Ja, doe maar 3,5, vind ik nog beter. Oeh, 3,5. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dus het is geen aanrader. Als ik hem nog twee keer maak, dan wel. Dan wel, dan is alles een 8. Weet ik niet. Geen idee. Dat zullen we dan zien de volgende keer. Alright. Nou, hey, ben benieuwd, Stan, sowieso. Sowieso, broer. Altijd jouw cooking shows, daar ga ik helemaal goed op, man. Lekker, jongen. Oh, shit. Maar ja, dan is het nu tijd. Voor weer wat muziek. En het is een oude bekende van mij. Jula T. Misschien kennen jullie hem of hebben jullie wel eens iets van hem gehoord of gezien. Maar ja, ik ga even met hem babbelen over hoe het is met hem in de quarantainetijd. Maar dat later. Eerst even gewoon een kort filmpje over Jula T. Zodat jullie hem ook weer wat beter leren kennen. Ik ben Joel, ik ben 19. Mijn artiestennaam is Jula T. Ik kom uit Nijmegen, Lindhout om precies te zijn. Ik maak muziek sinds ik 16, 15 ben zo. En sinds een jaartje neem ik het serieus, man. Welkom bij Behind the Bars. Thanks for having me, man. Wat voor soort muziek maak je? Het hangt vanaf in welke vibe ik zit. Ene dag zit ik in een zomerse vibe, andere dag in een trap vibe en dan maak ik wat donkere muziek. Wat ik wil zeggen met rainy days is gewoon de slechte tijden. Ja. En de field is gewoon life in general. Een soort punchline achter. Ja, wordplay of happy meals, toch? Yes. Met honger bedoel ik dan een accomplishment. Iets wat ik gedaan heb in de muziek wat goed was. Ik wil altijd meer, we willen altijd hoger naar de next step. Veel ophef over deze line, man. Deze pop kwam uit een maandje nadat de rapper Fijs overleden was. Yeah. En veel mensen dachten dat ik zei, wat de mannen willen mengen, ze zijn Fijs. En dus veel mensen gingen me denken van, fucker met Fijs en zo, hè? Wat bedoel je? Maar het is fine, zeg maar, het is ook een wordplay. Fines zijn grappige filmpjes, Fatou mannen zijn grappige kills. Ik ga niet hangen met die fake friends, omdat ze komen en ze gaan wanneer je leeg bent. De meeste mensen komen wanneer je iets hebt en wanneer je leeg bent, zijn ze weg. En dan heb je weer geld en dan komen ze weer en dan ben je het kwijt, zijn ze verdwenen. Net in de scene, ik kom binnen en niet door. Nog niks gezien, maar we kijken naar die door. Ik heb eigenlijk nog niks gezien qua zien qua optredens of alles wat te maken heeft met het artiest zijn. Maar toch wil ik wel geld. En dough is gewoon weer een wordplay. Ja. Nou, thanks voor het helpen analyseren van jouw bars. Yes. Ja, heel kut om mezelf terug te zien, man. Dat sowieso. Hoezo? Ja, maat, gewoon. Ik ben zo bleek daar, jongen. Dat is nog opgenomen in de winter, vriend. What the fuck? Ja, je was spierwitjes. Maar los daarvan, gewoon Jula, maat. Ik vind hem echt een geweldige gast. Gewoon lekker positief. En ja, ik kan gewoon hard rappen. En toevallig die dag, dat was mijn eerste ontmoeting met jou, man. Oh ja, klopt, man. Die dag. Een peukje te roken. Ja, dat was kei epic, man. Ik heb dat was wel gek shit. Gekke shit, man. Maar heb jij wel eens wat van hem gehoord eigenlijk? Wel tijdens die interview heb ik wel eens, een keer Behind the Bars episode gezien, heb ik wel eens wat van gehoord. Ik heb hem wel eens een keertje in real life op mij leren kennen, dat was ook bij Beat Heaven en zo. Echt een hele sympathieke guy. Veel love, veel positiviteit. En hij heeft een bepaalde attitude wat veel rappers in Nijmegen niet echt hebben. Ze kunnen wel wat van hem leren, qua positieve attitude. Ja, in persoon zijnde, maar ook als rapper zijnde.
Ja, ja, sowieso, man. Daar ben ik het mee eens. Maar ja, we gaan nu even met hem babbelen om te kijken hoe het nu met hem is. Dus ik ga weer even omdraaien. Yo, kijk eens. Wacht even hoor. Ik doe even mijn oortjes in, man. Yo, Julia. Yes. Ja, je hoort me goed. Ja, deze... Rob met een P. Ja, jongen, deze blije stem. Oh, heerlijk, jongen. Oh, genieten. Ja, man, goed om jou weer te zien, man. Ja, man, goed om jullie te zien, man. Ja, hoe is het met je nu? Ja, veel binnen, man. Ja, veel also. Veel binnen. Ik heb nog wel goede stage, dat wel, maar... ja, man, veel binnen. Voor de rest gaat het gewoon goed, man. Nou ja, ik probeer zoveel mogelijk uit deze tijd te halen. Een beetje sporten, weet je. Tenminste, zoveel mogelijk te doen, zeg maar, wat ik kan doen. Ja, dus voor de rest gaat het goed, man. Ja, man. Met jou ook? Ja, sowieso. Ik ben nog veilig, gelukkig. Dus mooi. Dat is altijd fijn. Mooi. Veilig en gezond. Dus dat is chill. Mooi, ja, man. Maar ja... hoe is het nu voor jou om in deze quarantainetijd te zitten? Ja, de muziek staat een beetje stil. Qua artiest zijn en het rappen kan ik nog wel naar de... ik heb een studiootje thuis, dus ik kan nog wel gewoon werken. Ik werk gewoon elke dag daaraan. Maar ik ben ook DJ. Ik weet niet of veel mensen dat weten, maar ik ben ook DJ. Wat? Hey, ja, man. Dit is iets nieuws dan? Ja, man. Pas... net na die beeldbrengingsinterview, het vorige interview, heb ik lessen genomen. En na mijn derde les had ik al mijn eerste boeking. Dus ik had wel een aantal boekingen staan, één hele grote ook nog. En die zijn allemaal gecanceld, dus dat is wel jammer. Ja, dat is zo. Maar qua studiotijd, ik ben gewoon elke dag in de studio, man. Elke dag, man. Ik ben bezig. Sorry, man. Ja, maakt niet uit. Maar ja... In ieder geval wel lekker dat je gewoon nog steeds bezig blijft. Ja, sowieso, man. Ook het verstandig om te doen, denk ik. Sowieso. Ik raad ook al die artiesten, of wat niet artiesten, maar gewoon wat je ook doet, ga niet stilzitten door dit. Je moet juist zoveel mogelijk tijd, of zoveel mogelijk dingen uit deze tijd halen. Je hebt tijd zat, dus nu ik lees, nu ik sport weer, ik pak weer dingen op en zo, dus... Je moet gewoon zoveel mogelijk uit deze tijd halen, man. Ja, juist omdat mensen niet naar school hoeven of niet naar werk hoeven, heb je zoveel tijd. Je hebt bijna die hele 24 uur om te benutten. Waarom zou je dat niet doen, denk ik dan? Ja, nou ja, positieve levensles van Jula T, straatfilosoof uit Nimmer. Ja, maar. Nee, maar dat raad ik die jongboys ook aan. Ik ben ook af en toe ben ik met een paar jongens... jongens van die ik ken, ben ik ook gewoon in de studio, neem ik ze mee, laat ik ze zien van hoe en wat, hoe het zit. Vinden ze leuk, dus blijf ik gewoon doen, man. Ja, sowieso. Sowieso blijven doen, man. Sowieso. Ja, man. Maar ik vind het ook goed wat jullie doen, weet je. Zeg maar, alles zit nu een beetje stil en dan toch wel iets online creëren. Dat vind ik wel netjes van jullie. Hey, dikke shout-out naar iedereen van techniek hier. Want zij maken dit allemaal mogelijk, man. Het is best technisch af en toe een beetje hectisch, maar het gaat allemaal smooth. Shout-out naar jullie, man. Hey, thanks. Wordt gewaardeerd, man. Sowieso. Even over de muziek toch weer. Ja. Want ik ben natuurlijk wel benieuwd wat jij allemaal hebt zitten bekokstoven in deze quarantaine-tijd. Nou, ik heb dus dit jaar... Ik wilde eigenlijk elke maand een tune uitbrengen. Dat liep een beetje minder. Gewoon door planning en zo. Yeah. Maar de tune die ik uitbracht... Ik zit dus niet meer met het management waar ik zat. Yeah. Ik ben nu gewoon op mezelf bezig. En dus dat was de eerste tune die ik heb gereleased. En die is op Phoenix gedraaid een paar keer. En ik ben ook in een playlist terechtgekomen. Dus dat is wel een accomplishment voor mij. Ja, sowieso. Dat is wel een accomplishment. En de rest, ik heb veel tunes zitten eraan te komen. Man, de eerste volgende tune wordt een drill tune. Maar ik ben niet echt op die drill met messen en geweld. Ik ben niet daar. Het wordt gewoon een... Ja, het wordt gewoon die tune heet ook gewoon 2-4, weet je, de stad.
024, weet je. Dus iedereen die hier woont gaat het sowieso voelen. Ja, ik ben benieuwd, man. Bij die tune zit nog een verrassing erbij. Dus iedereen die van hier komt en een beetje op muziek is, gaat die tune sowieso voelen, man. Alright, ja. Heb je een release-datum toevallig? Hey? Nog niet, want ik ben nog met wat dingen bezig achter de schermen en zo. En er hoort ook een clip bij, maar ja, het is een beetje moeilijk nu. Ja, zeker. Ik wil eigenlijk in principe al die boys gewoon uitnodigen voor die clipshoot, maar iedereen gaat dan €400 krijgen, snap je? Ja, ja, precies. Precies, ja, man. Ja, dat wil je ook niet natuurlijk. Nee, man. Die money kunnen we anders gebruiken, weet je. Dus nu ik heb veel wat eraan zitten komen, man. Dus na deze quarantaine, ik ben nu een beetje klaar met stormen en dan... Na deze quarantaine is het gewoon droppen en dan kijken hoe ver we komen. Alright, ja, nice man, nice. Kijk er naar uit. Ik denk ook nog genoeg anderen, man. Ja man. Ik hoop ook gewoon, ja, gewoon wat ik net al zei. Ik hoop echt iedereen gewoon het beste uit deze tijd, man. Ja, en niet thuis stil gaat zitten. Nee, ja, nee, sowieso. Maar omdat jij niet stil zit, weet ik zeker dat jij een paar bars van mij hebt. Oké, ik heb het. Okay. Oh, gelijk ook, hoppa, kom maar. Hi. Ik weet niet hoe het wakker. Oudjes black en ik ren niet meer blakka. Schoenen met je mama, jas en mijn brakka. Panee, al die niggas en bitches, ik voel me net kakka. Kill je rap flow, die is kakka. Ik ben al op Indo naar Jakarta. Met mijn grey papi, maak ik geen grapje. Je staat dan met de fles grijs in zijn handen. 2-4, we zijn ongewoon. Ik weet echt niet hoe de fuck het loopt. Ik maak nooit net je beltoon. FT, nigga, hell no shit. Voorbetaald, prepaid net je cellphone. Valuta haai in mijn geld vreemd. Maar mijn niggas zijn daar, ik sta nooit alleen. Don't see niggas, kijk het dwars heen. Wil 2 kop, 2K, geen NBA. Ja, hoor! Ja, hoor! Lekker, man! Lekker, man! Oh, shit! Ja, dat is genieten, man. Yes. Daar word ik vrolijk van, man. Oh, nee, die shit. Die was er ready, bro. Die was er ready. Ja, ik merk het, man. Ik merk het, zeker. Holy shit, man. Ik heb veel lopen koken hier. Ik denk wel in deze tijd 13, 14 tunes gewoon vrijgemaakt. Dus het is echt veel aan te komen, man. Lekker, man. Ja, goede progressie, man. Sowieso. Maar ja, dan ga ik denk ook maar even hangen. Dan stoor ik jou niet verder in de overbeving. Sorry. Maar niet uit, man. Ja, man. Maar ja, thanks, man. In ieder geval. Ja, man. Jullie ook bedankt. Jullie toch keep it going. Houd dit initiatief gewoon. Ik vind het een goed initiatief van jullie uit ook. Ik zie ook dat meerdere mensen in de stad het doen. Bijvoorbeeld, ik weet niet of jullie kennen Ja Boy of Boobakker. Ze zijn live gegaan met die boys hier. Ze hebben een rap contest georganiseerd via Insta Live. Ik ben tweede geworden. Ik heb €250 gewonnen en de eerste plek heeft dan een videoclip gewonnen. Oh, nice. Ja, man. Ja, wel goed. Dus, shit. Ja man, dus zie je toch, die online dingen vind ik wel gewoon goed om te zien. Dat je in ieder geval niet stil zit, weet je. Nee, precies, man. Dus ja man. Maar is goed, man. Is goed. Bedankt, man. Jij ook, man. Love. Yo, yes. Fijne avond, boys. Yes. Yo, jij ook, man. Hey, fijne Koningsdag nog, man. Ciao. Yo. Ja. Geweldige gast, man. Ik zweer, ik vibe goed met Jula, man. Ik vind hem echt awesome. Hoe was het weer om weer met hem zo te spreken weer na zo'n paar maanden? Ja, gewoon... Ja, ik weet niet. Een beetje net zoals hoe het de vorige keer ging. Eigenlijk gewoon... Ja... Weet ik veel. Hij heeft gewoon een goede vibe. Tenminste, ik voel wel gewoon die vibe en zijn passie en zijn enthousiasme en zeg maar, dat voedt mij weer, weet je wel. Dan denk ik van, ja man, jij doet shit die je vet vindt en het is ook gewoon vet. Dat maakt het weer extra vet. En ja, alleen maar vet. Ja, dat is gewoon vet, man. Ik loop gewoon een beetje vast. Gewoon, ja, ik snap het, man. Gewoon de error in mijn hoofd, ja. Ik dik die shit gewoon zwaar hard. Hij had het net over die rapcompetitie. En mijn broertje had zelf ook meegedaan door de TT. En toen ging ze dus live. Eerst ging hij live en daarna mijn broertje.
En de jury zei van dat hij echt gewoon keihard werkt. Wie, jouw broertje? Nee, hij. Ja, ja. Hij werkt ja, echt kapot hard en zo. Man. Maar hij had toen afgelopen weekend had hij toen een petje op. Dus ik herken hem helemaal niet, snap je? Ja, ja, ik ken hem zonder pet. Ja, ik ook. Dus ja. Ja, maar wel lijp man. Ik wist helemaal niet dat jouw broertje ook deed rappen. Dat weten nog niet veel mensen. Nu wel? Nu wel, maar het gaat de aankomende maanden, jaren gaat het komen. Oh shit man. Ja, nou ja, lijp. Ik ben benieuwd. Stuur een linkie. Stay tuned hè. Ja, sowieso man. Alright, nice. Ja. Ja. Ja, gewoon gek shit. Gek shit. Maar ja. Dan gaan we even door naar het volgende onderwerp. Street art. Mm-hmm. Daar ben je wel bekend mee, of niet, Stanley? Sowieso, man. Als je van hip-hop houdt, dan hou je ook van street art. Ja, ja nou ja, weet ik niet precies. Maar ik in ieder geval wel. Ik hou van allebei. En jij ook. Dus sowieso true. Maar ja, wat vind jij nou echt vet aan street art? Wat vind ik nou heel vet aan street art? Kijk, bijvoorbeeld dat mensen een idee hebben, maar dat ze niks op papier willen maken of niks digitaal willen maken. Nee. Maar dat ze gewoon hun graffiti pakken of een verf of wat dan ook. En dan gewoon op een muur of op een raam of een treintoestel gewoon hun boodschap gaan doen. Zoals bijvoorbeeld Banksy bijvoorbeeld, snap? Hij is een mooi voorbeeld. Ja, ja precies. Precies, ja zeker. Hij is, inspireert mij wel. En ook heel veel anderen. En ik vind het gewoon vet dat hij gewoon scheid heeft aan alles en iedereen. Dat vind ik vooral heel mooi. Maar als het goed is, zit er in ieder geval een dame klaar voor... Strakjes zit er iemand klaar voor ons om lekker te babbelen over street art. Maar voor nu babbelen ik Stanley en ik gewoon nog even door over street art, denk ik. Ja, ik zal wel... Dus, oh ja, juist. Sorry, foutje dames en heren. Kan gebeuren, ik ben ook maar een mens. Maar ja... We gaan even kijken naar Roos. Die is al een keertje voorbij gekomen bij ons. Misschien heb je er al wel eens gezien of kunstwerken van haar gezien. Maar ja, daar gaan we nu even naar kijken. Dus hier komt Roos, de street artist. Roos. Op 21-jarige leeftijd weet zij de wereld te veroveren met haar hyperrealistische street art. Roos nodigt ons uit om naar haar verhaal te komen luisteren. Nou, welkom to my crib. Kom erin. We zijn nu in mijn eigen pand. Ik heb altijd een droom gehad om mijn eigen kantoor voor werkruimte te krijgen. En een aantal maanden geleden is die droom uitgekomen. Dit is Where the Magic Happens, mijn favoriete plekje. Een aantal jaren geleden zag ik een video op YouTube van iemand die een heel realistisch schilderij maakte. Toen dacht ik, oh vet, dat wil ik ook. Toen ben ik begonnen, heel veel YouTube-video's gekeken en zo is het balletje gaan rollen. Mijn ouders en ik, ja, die wisten eigenlijk meteen. Maar voor de wereld om me heen was het nogal shocking. Dus ik had wel iets te bewijzen. Ik ben toen naar Bali gegaan en heb echt bijzondere dingen meegemaakt. Roos vertrok naar Bali met het idee om daar door te breken met haar muurschilderingen. Als 19-jarig meisje in haar eentje, aan de andere kant van de wereld, op zoek naar haar eigen succes. Maar waar begin je dan met zoeken? Toen ik aankwam in Azië kende ik natuurlijk helemaal niemand. Dus ik ben eigenlijk brutaal geweest en heb via Instagram contact gelegd met kunstenaars daar. En een aantal van hun hebben daarop gereageerd en zo is het balletje gaan rollen. Ik was lekker mijn ding aan het doen in Azië, lekker aan het schilderen. En ondertussen in Nederland werd mijn verhaal opgepikt. Want een 18-jarig meisje die helemaal in de eentje de wereld overreisde was wel een bijzonder verhaal. En toen ik terugkwam in Nederland, toen kwam ik over op tv, in de krant, op de radio en dat was wel heel vet. Ik onderscheid me van andere kunstenaars door mijn realistische werken. Ik schilder met name portretten. Ik hou ervan om mooie vrouwen te schilderen of bekende mensen. Wat veel mensen niet weten is dat er een groot verschil zit in de scene. Je hebt namelijk street art, dat zijn echt plaatjes, en graffiti. Dat zijn letters. En ik maak echt street art, dus ik noem me echt een street artist. Mijn doel is om in elk land op de wereld een schildering te maken. Ik wil in de nabije toekomst een flatgebouw gaan schilderen, steeds groter, groter en groter. En ja, ik wil zoveel mogelijk mensen inspireren om ook een passie achterna te gaan. Als je iets wil, is het gewoon mogelijk. Hoe jong of oud je ook bent. Ja, wat de fuck, maat. Ze heeft eigenlijk wel de ideale baan. Gewoon een beetje... creatief bezig zijn en de wereld ontdekken. Wat zijn nou? Creatief bezig zijn en de hele wereld ontdekken. Gewoon lekker reizen en gewoon doen wat je leuk vindt. Ja, en dat is misschien beter. En hoe oud was ze toen ze de eerste keer ging rondreizen? Ik weet wel, 18. 18? Ja, 18. Dus ja. Dat is echt lit, man. Ik zei dat wat ik zo vet vind aan deze generatie,
of aan deze tijd, is dat je dan door middels van jouw werk, het wordt één keertje opgepikt en je gaat in één keer viral na 2-3 jaar of na 1 dag. Ja. En je kan in één keer gaan rondreizen met je ding. Ja, dat is lauw, man. Dat is echt lauw. Ja, dat is fucking vet, sowieso, man. Ik bedoel, ja, ik zou het ook wel willen, alleen ik ben niet zo, ja, artsy en crafty wat dat betreft. Mm. Maar ja, als er, oh, ik zie dat er iemand zit te wachten. Momentje hoor, ik ga weer even goed zitten. Even de oortjes in doen. Hoe? Hallo, hallo. Hoi. Jij hoort mij goed, Loos? Ja, ik hoor jou luid en duidelijk. Dus dat is hartstikke mooi. Oh. Hey, hoe is het met jou, Roos? Ja, goed. Niet ziek, gelukkig. Dus ja. Nou ja, dat is hartstikke fijn in ieder geval. En je zit nu in de auto, zie ik. Ja, klopt. Niet aan het werk aan je creativiteit. Nee, 's avonds even rust nemen. Niet de hele dag door werken natuurlijk. Ja, nee, dat is zeker waar. Maar hoe is het voor jou om street artist te zijn, maar ja, niet internationaal te kunnen reizen nu? Ja, het is natuurlijk lastig omdat ik een aantal reizen gepland had. En ja, dat is natuurlijk zonde, want daar heb je op verheugd. Maar het leukste vind ik de evenementen waar ik word ingehuurd als artiest. En dat gaat natuurlijk allemaal niet door, dus helaas. Ja, dat is wel zuur natuurlijk. Want ja, dan loop je natuurlijk ook wat inkomsten mis, lijkt mij zo. Klopt, maar ik werk ook heel veel in opdracht voor bijvoorbeeld scholen of sportscholen of restaurants. En die zijn natuurlijk allemaal dicht, dus daar kan ik gewoon lekker aan het werk. Ja, oh shit. Hey, ja, dat is wel, wel relaxed. Dus eigenlijk, het restaurant bij jou om de hoek bewijzen van die zit dicht en jij mag daar iets voor maken. Ja, want ze hebben toch geen klanten natuurlijk, dus vrij spel voor mij. Ja, oh shit. Oh, dat is super vet. Dat is wel gaaf, hé. Maar waar ben je nu dan naast die opdrachten allemaal mee bezig? Ik werk aan een eigen tv-programma. Het is nog niet helemaal rond, maar ik ben dus in Hilversum zit ik met mensen rond tafel om mijn eigen programma te ontwikkelen over street art. Voor op Nederland 1 of 3. Dus dat is echt een heel vet project. Oh, vet. En, dat is cool. Ik heb gewoon heel veel opdrachten. Het verschilt dus heel erg. Het kan voor een persoon zijn of voor grote bedrijven of voor gemeentes. Dus ja, ik ben met allerlei verschillende opdrachten bezig. Het werk gaat gewoon door. Ja, wel lekker in ieder geval. Dat is hartstikke fijn. Ja, maar, zijn er nog dingen die je zou willen doen? Zeg maar, wat staat er nog op jouw bucketlist? Ja, mijn doel is om in zoveel mogelijk landen te reizen. Als de corona echt iets fysieks is, een flatgebouw dat ik wil schilderen. Ik wil steeds groter en groter. Tot nu toe is mijn grootste muurschildering 130 vierkante meter. Een maandwerk. Dus eigenlijk wil ik steeds groter en groter gaan. Oh damn, dat is een leuk life goal. Maar 130 vierkante meter, ja? Ja, een hele loods is dat. Yo, en wat heb je gemaakt als ik vragen mag? Het is in een groot kantoorpand, een hele grote loods dus. En die muur was eerst helemaal wit en nu heb ik er een soort oude fabriek op geschilderd. Alsof je echt in een oude fabriek staat, een oude loods. Een soort 3D-schildering. Oh shit, oh, dat is wel gaaf, hé. Dat is denk ik ook wel leuk voor de mensen die daar werken, dat die iets anders hebben om naar te kijken dan zo'n witte muur. Ja, het is natuurlijk heel imposant om te zien, want zoiets zie je niet elke dag, denk ik. Dus ja. Zeker. Ik bedoel, wij hebben dat hier helaas niet. Maar hint, ja, zouden we wel heel vet vinden. Ja. Ja, maar... zijn er eigenlijk nog, wie inspireren jou om jouw werk te maken eigenlijk? Mijn inspiratie
qua ja, werk komt eigenlijk gewoon vanuit mezelf. Maar je kan nog zo goed schilderen. Je moet ook echt een goed bedrijf runnen en marketing doen en jezelf verkopen. En heel veel kunstenaars vinden dat moeilijk. En er is één kunstenaar in Maleisië die ik heb ontmoet en waar ik ook samen mee heb geschilderd. Hij heet Kenji Pichai en hij doet het heel goed qua business kant, qua marketing en verkoopt zichzelf heel goed. En dat is wel iets wat ik nog kan leren van hem, zeg maar. Alright, nou ja, een leerpunt voor in de nabije toekomst, zullen we maar zeggen dan. Mm-hmm. Maar ja, dat komt wel goed uiteindelijk met jou, denk ik zo. Ja, en ja, verder... Denk het wel. Ja, ja. Ja, maar en verder heb ik eigenlijk nog de vraag, zeg maar, betekent deze, of welke positieve inspiratie haal jij uit deze coronatijd? Nee, je gaat natuurlijk nadenken over dat het natuurlijk niet vanzelfsprekend is dat we zo vrij zijn en dat we nu overal maar naartoe kunnen reizen. Vroeger was dat natuurlijk ook helemaal niet, dus dat is wel iets van deze tijd, dat ik zo makkelijk contacten kan leggen in het buitenland en er naartoe kan reizen. Dus dat ga je wel meer waarderen, denk ik. Dat is wel iets positiefs wat ik leer van deze tijd. Ja, nou ja, wijze les van jou. Ik denk dat ik dat ook nog moet leren. Want ik had helaas, ik had heel graag willen reizen nu, juist. Maar ja, dat kan helaas niet. Dus ik moet nog even wachten. Waar naartoe? De hele wereld zou ik graag. Nee, ik zou heel graag naar Mexico willen. Dat is mijn eerste bestemming waar ik graag naartoe zou willen. Ja, ik ook. Dus wie weet zie ik je daar ooit in een ver verleden of een verre toekomst. Maar ik heb nog één slotvraag voor je. En dat is eigenlijk, wat zou je jongeren mee willen geven? Als ze creatief bezig zijn, maar nog niet naar het volgende niveau kunnen tillen, zeg maar. Heb je daar tips voor? Nou, ja, ik heb zelf gestudeerd. Ik studeerde geneeskunde en kunst was altijd mijn hobby. En toen dacht ik, ik kon al een beetje geld verdienen met mijn kunst. Ik kreeg opdrachten. En toen heb ik toch het besluit genomen om te stoppen met mijn studie. En veel mensen die begrepen dat eerst niet. Waarom zou je geen dokter worden? Daar heb je zekerheid en altijd een goed salaris. Dokter en kunstenaar is natuurlijk best een groot verschil. Maar als je hard genoeg ervoor werkt, dan kun je er ook een baan van maken. Dus ik wil eigenlijk laten zien aan mensen dat als je er hard genoeg voor werkt, dat je eigenlijk alles kan doen. Je hoeft niet per se een studie te volgen. Je kan ook zelf een bedrijf opzetten. Alright, dus eigenlijk gewoon volg je hart en werk hard. Ja. Alright. Precies. Dat lijkt me een wijze tip in ieder geval. Mm-hmm. Ik wou je in ieder geval nog even bedanken dat we even met jou mochten babbelen. En bedankt. Ja, ik wens je in ieder geval heel veel succes en ik denk dat ik vast nog wel iets van jou tegen ga komen. Ja, wie weet, tot ziens. Ja, wie weet. Yes, nou, een fijne dag nog, hè. Doei, doei. Oké, bedankt. Hey Stanley, lekker aan het zwaaien, jongen. Ja, zeker. Ja, joh. Oh. Ja, Stan. Fakken. Kan jij eigenlijk een beetje schilderen? Vroeger deed ik heel veel tekenen. Van mijn zesde tot mijn tiende. Toen ben ik even gestopt. Je weet wel, puberteit. Dus niet cool tekenen en zo. Andere interesse. Meedoen met society. Snap je? Ja. En de laatste jaar teken ik wel wat dingetjes. Zoals anime. Dus de Japanse cartoon. Voor de mensen die niet weten wat het is. Oh shit. Wat teken je dan zoal? Misschien ken je het. Seven Deadly Sins. Sowieso, maat. Seizoen 4, ik wacht al te lang. Ja, sowieso. Huidig seizoen is wel heel slecht. Als je van anime houdt, ga dat kijken. Seven Deadly Sins, echt een aanrader. Heel vet. Ja,
Holy shit, man. Maar ja, Stan. We zijn bij het einde aanbeland zo'n beetje, man. Dus ja, ik ga wel afscheid van je nemen. Ja. Virtual hug. Virtual hug. Ja, wifi is nog niet goed. Wacht even. Ja. 2 strepen, 3 strepen, 4 strepen. Oké, kom. Let's go. Alright. Nou, dames en heren. Dat was het weer voor deze aflevering. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Hopelijk hebben jullie er ook van genoten, net zoals ik. Ik wil ook in ieder geval even de crew bedanken. Want die werken keihard om dit te realiseren. En natuurlijk alle mensen waar we even gezellig mee hebben mogen bellen. Jullie ook hartelijk dank. En iedereen bedankt voor het inzenden. En vergeet vooral niet, woensdag. Deze woensdag zijn we er weer met een nieuwe livestream. En ik zou zeggen, ga het kijken en ja, wie weet tot dan. Later! Bedankt Rob!